Ja, Mark, jij kent elk verhaal zo'n beetje. Ja, eigenlijk wel, ja, maar het is altijd leuk om er eentje terug te horen, hè. Ja. Ik heb op die jaren al zoveel verhalen gehoord van u en van Ruben, dus. Ja. Goed. Dit verhaal gaat over, komt uit de wereld van de Joodse verhalencultuur. En het gaat over een rabbijn en een man die boom plant. En weten jullie wat voor bomen dit zijn? Bamboe. Juist, bamboebomen. Hoge bomen. Hoge bamboebomen. Ja, ik moet ergens mee beginnen met de conversatie. Het zijn hele hoge bomen. En dit verhaal gaat over een man die had bamboe geplant. En die elke dag was hij er. Waarschijnlijk had hij er ook een soort van zaakje van gemaakt, een handeltje. En hij was maar bezig om die bamboe te planten, maar er kwam gewoon niks uit de grond. En hij was daar wel heel gefrustreerd over. En toen deed hij zijn beklag bij zijn plaatselijke rabbijn. En de rabbijn die zei: wat is er dan gebeurd sinds dat je de boom hebt geplant, de bomen? Dat je nooit die bamboeplanten, die bamboebomen uit de grond ziet komen. En hij zegt: ja, er is helemaal niks gebeurd. En toen zei de rabbijn: je hebt het verkeerd begrepen. Er is eigenlijk een heleboel gebeurd. Want toen jij niet aan het opletten was, is in feite sinds dat je die bamboeplanten hebt geplant, bamboebomen, zijn die bamboebomen een enorm stelsel van wortels aan het aanleggen geweest. En als je maar even wacht, dan schieten ze uit de grond en dan worden het hele goede hoge bomen. En zo gezegd, zo gebeurde het. En inderdaad, het is zo dat de Chinese bamboe gekenmerkt wordt dat je, als je hem plant, dat er een enorm wortelstelsel de grond in schiet. Maar dat duurt een hele lange tijd en dan op een zeker moment komt hij uit de grond en dan is hij ook heel hoog. En zoals je kunt zien in deze foto zijn het behoorlijke hoogtes. En daar kunnen sommige 100-jarige bomen nog wel een behoorlijk wedstrijdje mee verliezen. Maar dit verhaal toont eigenlijk iets. Het toont namelijk aan dat als we te snel iets proberen te snel een oplossing proberen te vinden, dat we soms het verliezen. Maar als we juist geduldig zijn en voorzichtig voor de planten zorgen, dan zullen de planten uiteindelijk een stabiele basis hebben en heel hoog kunnen groeien. We hebben ook een aantal gebouwen in onze tempel in Thailand, die zijn in der tijd met te weinig ondergrond gebouwd, met te weinig pijlers. En waardoor die gebouwen uiteindelijk niet stabiel zijn geworden. Maar aan de andere kant hebben we ook gebouwen die een hele goede basis hebben, een heel goed fundament. En uiteindelijk daardoor heel hoog hebben kunnen groeien. En ik denk dat ook een wat dichter voorbeeld kan worden gevonden. Niet alleen in Thailand, maar ook hier dichtbij. En waar ik nu zit, doet een vergelijkbaar verhaal zich voor. De basis van de kerk waarnaast ik nu zit, onze voormalige kerk, was niet stabiel. Het was op een drassig land gebouwd. Op een land dat niet goed was voor een hoog gebouw. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de spits van de kerk nooit is voltooid. Omdat er zoveel aandacht moest worden besteed aan het verzorgen dat de kerk niet in de grond zonk als een soort van
toren van Pisa, een soort kerk van Pisa. En om dat te voorkomen is er heel veel gedaan aan een ondergrond van metaal en andere structuren, waar de hele slimme ingenieurs voor zijn ingeschakeld in der tijd. Maar daardoor is de spits nooit afgebouwd, nooit voltooid. En omdat er niet genoeg budget meer voor was. Daarom hebben we hier nu een tempel met een zonder spits. Maar daardoor wel een tempel die niet heel veel geld kost om te onderhouden. Maar het is dus wel een verhaal dat illustreert dat als we niet een goed fundament hebben, voor welk ding dan ook in ons leven, dat we er niet in kunnen groeien. Daarom is, als we teruggaan naar het verhaal van waarom houden we onze ervaringen bij een meditatie? Omdat we dan een basis daarmee creëren. Een basis, een hele goede basis, een goede techniek. We gaan voor onszelf naar wat werkt. Zoals ik nu jullie vraag, werkt het voor jullie om te snorkelen in meditatie? Om onder water te gaan, om je dat te visualiseren? Voor sommigen wel, voor sommigen niet. En er is geen goed antwoord. Het is alleen heel goed om het te weten van jezelf wat het juiste antwoord is voor jou. Dus dat je weet, is voor jouw visualisatie iets goeds of beter niet? En dat is juist het hele eieren eten. Dus als we eenmaal van onszelf weten wat werkt en niet werkt, dan kunnen we ook meer aandacht besteden. Dat is uiteindelijk wat je wint door het bijhouden van je ervaringen. Ja. Maar mijn leraar, een van leraren die uit Engeland komt, Lompi Nicolas, die zegt altijd van ja, vroeger hielden ze dat allemaal bij zonder pen en papier. En deden ze het gewoon uit hun hoofd. En het is inderdaad zo dat je niet per se een dagboek hoeft bij te houden. Maar het kan wel goed zijn om pen en papier te gebruiken. En soms even je creativiteit erop los te laten. Hoe de meditatie voor jou voelde door een tekening of iets anders. En dat is voor jezelf natuurlijk in eerste instantie. En misschien dat je er later op terugkijkt, dan heb je er wat aan als een inspiratiebron. Zo ken ik iemand die had een hele mooie ervaring in meditatie en die droeg hij altijd met zich mee. Als een soort van portemonnee. Die had hem altijd in zijn portemonnee zitten, die ervaring. Maar dat is misschien heel erg gefocust op de ervaring, op het resultaat van de meditatie. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk om te kijken naar de techniek. Maar je mag natuurlijk zeker wel bewust van zijn als er een keer iets heel moois gebeurt in je meditatie. Dus die relatie en dat bewustzijn, dat kun je geleidelijk aan ontwikkelen. Net zoals mensen die bijvoorbeeld lucid dreaming oefenen, helder dromen. Of mensen die bij een psychoanalist in therapie gaan, ja, die bestaan nog steeds. Zo'n Freudiaanse psycholoog, moet ik zeggen. Hoe noemen jullie die in Vlaanderen? Psychoanalist? Ik geloof dat er bij jullie geen O is. Hoe het ook zit. Dat een van de dingen die zo'n psychoanalist of een lucid dreamer leert, is om een dagboek van je dromen bij te houden, zodat je bewuster wordt van je dromen. En dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ook in meditatie, als we een dagboek of notities bijhouden van onze meditatie, dan worden we daardoor er bewuster van. En dat is een manier om er bewust van te zijn. Ja. Zoals Jos nu ook heeft geschreven in de chat. Soms dan hebben we visualisatie of een fantasie of een voorstelling. Helpt ons, maar soms ook weer niet. En dan kun je eens voor jezelf nagaan, hoe komt dat? Het is niet verkeerd, het is alleen dat je voor jezelf weet hoe dat zit. Sommige mensen hebben dat het begin van de meditatie heel fijn is en dan gaat het een beetje zo naar beneden. Andere mensen hebben een piek aan het einde. En dat is een beetje voor jezelf nagaan. Wat gebeurt er precies? Komt dat omdat je fysiek het zwaarder wordt na verloop van tijd in meditatie? In het geval dat de piek aan het begin zit. Of komt het omdat het voor jou langer duurt dat je erin zit? Dan is de piek op het einde. En dan is het misschien de vraag, hoe kan ik eraan werken zodat ik er meer in zit?
dat het niet zo lang duurt voordat ik erin zit. Nou, dat is bijvoorbeeld een kwestie van nu en dan wat aandacht aan besteden gedurende de dag. He, door eventjes, zeg maar, je middenruimte in jezelf een aai te geven, dat je eventjes contact hebt ermee. En op die manier onderhoud je dat. Dat zou je niet denken, maar dat heeft wel een effect. Nou, dat zijn zo wat gedachten die ik daarover wil laten gaan. En het is dus een principe, ook van Dhammakaya meditatie en meditatie in het algemeen, dat als je dat nu en dan notities van maakt, dat dat heel goed kan werken. En ik had zo een voorbeeld laten zien van een soort van dingen die je kunt noteren. Maar in feite is er geen vast tramien. Het gaat erom dat je, zolang je maar bewust bent van het pad en de vruchten. Hè? Niet alleen de vruchten. Daar wilde ik het voor vandaag bij laten. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Maar ik herinner mij, jaren geleden had u er ook over gesproken, over notities maken.